En het Surinaamse padvinsters Gilde, SPG, herdenkt vandaag haar 75-jarig bestaan. Het bestuur is er trots op dat het Gilde nog steeds overeind staat. Maria Jacoba Paulina Kop, gehuwd Oostburg, is in mei 1947 begonnen met de meisjespadvinderij. Sinds 1972 is het SPG samen met de zusterorganisatie Gidsen Suriname aangesloten bij de Wereldorganisatie voor Meisjespadvinderij, de World Association of Girl Guides en Girl Scouts. Het SPG-thema voor 2022 is Onze Wereld, Ons Milieu in de Toekomst. Gedurende dit hele jubileumjaar zullen er diverse activiteiten worden ontplooid. Hoofdcommissaris van het Surinaamse Padvinstersgilde, Harriette Kaliar-Krolis, vindt het belangrijk om op deze dag stil te staan bij de leden die ons zijn voorgegaan. Wij moeten beseffen dat ze een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan de organisatie. We achten ons ook gezegend omdat we in ons midden toch nog een lid mogen hebben dat aan de wieg heeft gestaan van onze organisatie. Daarnaast zitten hier en online padvinsters van eerdere uren, padvinsters die geen lid meer zijn van het SPG, maar door hun SPG-verbondenheid zich verenigd hebben in de Stichting Padvinsters Nederland en Stichting Padvinsters Suriname. Er zitten hier ook nog leden die langer dan 50 jaar lid zijn van het Surinaamse Padvinstersgilde, maar ook anderen die 40, 20, 10 of 2 jaar lid zijn. We zijn een organisatie in beweging, dat mag je wel zeggen. Want we hebben gelukkig hier ook nog leden die maar net geboren zijn en 5 jaar oud zijn. Het doel van het gilde is om meisjes en jonge vrouwen te helpen hun volledige potentie te bereiken. Dat is een niet te verwaarlozen aspect bij de implementatie van goede gezondheid en welzijn. Kaliar-Krolis zegt dat het gilde zeker een belangrijke plaats heeft in de samenleving, vanwege de vormende rol die de organisatie vervult. De bijdrage die wij als padvinderij samen met onze gidsenzusters leveren in de vorming van onze Surinaamse meisjes en jonge vrouwen. De bewustmaking van dit Surinaamse kind van haar rechten en verantwoordelijkheden. Dit alles met behulp van de basisprincipes meegegeven door de oprichter van deze wereldorganisatie, Lord Robert Baden-Powell en zijn echtgenote Olive Baden-Powell. Met dank aan onze oprichter, mevrouw Maria Oostburg-Kop, die in de mogelijkheden van dit padvinderijspel een toekomst zag voor onze meisjes en in 1947 overging tot de oprichting van het Surinaamse padvinstersgilde, voorheen Nederlandse padvinstersgilde. Krolis zegt dat in de afgelopen 75 jaar het gilde haar plaats heeft verdiend in de Surinaamse samenleving. De voorzitter merkt op dat de vele succesvolle vrouwen in onze maatschappij deel waren van de padvinders.